Goedemorgen! Wie is die mooie man? Wij hebben alle twee strepen aan vandaag. We zijn in een streepjesbui. En het was vanochtend 5:30. Top. Dat is het trouwens al 2 weken. Maar hij slaapt wel door. Dus nou ja, hij slaapt dan van, even denken, gaat tussen 7 en 8 s'avonds naar bed. En dan wordt hij wel gewoon echt om 5:30 wakker. En dan, dat is het gekke, dan is hij 1 uur wakker en dan moet hij om 7 uur wil hij weer slapen. Tot 8. Dus dan denk ik, hallo, draai dat dan even om. Maar goed, hopelijk gaat dat ooit nog omdraaien. Want ik vind 6:30 net iets te vroeg wel hoor. 6:30, daar kan ik mee leven. Hé, dat rijmt. Maar 6:30 vind ik wel heftig. Heftige shizzle. De ouders van Rodi komen straks hierheen. En die gaan even op hem passen. Dat wilden ze nog heel graag. Want ze gaan volgende week terug naar Mallorca. En ik heb straks podcastopnames met Elise. Voor het eerst in een andere studio. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe dat gaat. En we hebben ook een nieuwe rubriek bedacht. Naar aanleiding van een DM die we hebben gekregen. Iemand had geschreven van ja, ik heb geen zussen. En ik ben opgegroeid met 2 broers. En ik heb het advies van grote zus. Of nou ja, in ieder geval een zus. Heb ik enorm gemist in mijn leven. En het lijkt me zo leuk als jullie advies zouden geven uit het oogpunt van ja, zussen. Dus toen dachten we, nou wat leuk, heerlijk om gewoon advies te geven aan mensen. Dus dat gaan we vandaag voor het eerst mee beginnen. Hé, lievertje, ben je nog een beetje moe? Ik denk dat meneer weer een beetje moe is. Hoe kan het nou? Hoe kan het nou? Nou, ik ga hem nog even knuffelen voordat ik ga. En dan stap ik op de scoot. We zijn gearriveerd bij Dag en Nacht Podimo. Onze nieuwe studio. Ja. Wauw. We zitten in de studio. Ziek professioneel dit. Maar echt niet te doen. We konden hier gewoon al 1/2 jaar opnemen. Ja. Ja, en dat is weer typisch. Ja, wij zijn al zo eigenwijs of zo. Ja, we zaten gewoon chill waar we zaten. Maar kijk, het is gewoon echt. Het is tv-kwaliteit, ja, die camera's. Oh ja, dat kan je. Ja, nu ben je. Oh ja. Maar ja, het is in ieder geval weer een professionalisering. Ja. Ik hoop dat jullie het erg leuk vinden. Ja, en ik kreeg al helemaal een soort paniekerige DM net. Maar jullie blijven toch nog wel op Spotify? Ja. Oh, ja, natuurlijk. Ja, want Podimo heeft natuurlijk ook een betaalde muur. Oh. Dus die zijn dan misschien bang dat je moet dokken. Maar wij zijn gewoon gratis, hoor. Wij blijven gewoon gratis. Voor iedereen beschikbaar. Oh, je ziet jou helemaal niet. Te lang. Wij hebben net een intake gehad bij de crash waar Louis per november heen gaat. En superleuk. Helemaal goede vibe. En ja, ik was hier natuurlijk gaan kijken toen ik 9 weken zwanger was. Dus ja, ik was er natuurlijk al geweest, maar. Nu kregen we even alle ins en outs en hoe het allemaal werkt en wanneer je hem kan brengen, halen. Wat we bijna een jaar geleden ja, dat je hier was. Ja, bijna een jaar geleden. Zo voelt het niet. Ja, bizar. Zo snel gaat de tijd. Ja. Maar, en die meisjes die daar werken zijn zo lief, zo aardig. En ik dacht helemaal van, oké, yes, dit voelt helemaal goed. Maar, wat ik niet wist... Is dat volgende week beginnen de wendagen. Ik dacht, hij gaat per 1 november. Maar ik vind het natuurlijk hartstikke goed dat er wendagen zijn. Maar ik moet me helemaal mentaal voorbereiden. Ik moet opeens helemaal een soort switch in mijn hoofd maken. Van, oh my god, hij gaat dus volgende week al. En dan gaat hij 2 uurtjes. Dan de dag daarna, die week nog... 4 uurtjes, dacht ik. Ja, en dan een keer 6 uur. En dan de week daarna 6 uur. En vanaf daarna gaat hij hele dagen. Gaat hij fulltime. Gaat hij fulltime, ja. Oh, maar ja, ik heb er wel zo'n goed gevoel bij. Dus
dat maakt me alweer een heel stuk rustiger, want ik vind het best moeilijk, moet ik toegeven. Best wel, ja, ik zie er een beetje tegenop om hem daarheen te brengen dan. Ik weet gewoon dat ik keihard ga janken. Maar ik denk dat ik ook heel snel weer kan denken, ja, dit is toch wel heel fijn. En het is ook niet elke dag. Het is niet elke dag, het is 2 keer in de week gaan we doen. En ik zie het ook heel positief altijd in Crash, want hij leert natuurlijk om te delen en om met andere kindjes te zijn. Hij ligt voornamelijk gewoon in zijn eentje bij ons thuis. Dus hij, ik vind het ook wel heel goed dat hij dit allemaal gaat ervaren en meemaken. Dus ja, spannend allemaal zeg. Goedemorgen. Ik ben lekker thuis aan het rommelen. Louis die wordt nu, as we speak, wakker. Tenminste, ik hoor hem. Ik hoor dat hij wakker is. Helemaal blij gelukkig. Hij heeft dik 1,5 uur geslapen, dus dat is helemaal top. En ik ben nu een beetje de tas aan het inpakken, de luiertas. Want ik ga met Louis naar mama. En dan gaan we met de tram. Helemaal leuk. En ik kreeg net iets heel leuks binnen. Van Stieglitz. Dat merk heb ik heel vaak aan. En dit is dus een pak van de nieuwe drop. Kijk, dit is de broek. Helemaal zo'n lekkere flared. En dan met de bijpassende top. En dat is een longsleeve. Hier zie je het beter. Het is een longsleeve met een heel klein colletje. Het is van een soort t-shirt stof. Oh ja, ik hou echt van dit soort pakken. I love it. Maar ik heb nu even dit pak aan. Van Oysho. Wat ik heb gekocht van Mallorca. In Mallorca. En ja. Het is echt verschrikkelijk weer vandaag. Dus ik ben blij dat we lekker met de tram gaan. En wij hebben een hele grote paraplu van de vader van Ro gekregen. Een soort golfparaplu. Nou, die zijn echt humongous. Gewoon echt insane. Dus dat is top, want als ik die vast heb, dan bedekt het ook gelijk gewoon de kinderwagen. Zo groot is dat ding. Dus die neem ik lekker mee. Daar ligt die. Helemaal kletsen. Nou, ik ga hem snel halen. We zijn uit de tram. Het is dan gewoon zo kut om met zo'n enorme unit jezelf daartussen te wurmen. Ja, met mensen die dan niet aan de kant gaan. Nou ja, ik heb nu zoiets van, nu ik een baby heb, heb ik gewoon dubbel scheid. En ik pers me er gewoon doorheen. Maar goed, dat was weer een ervaring. Ik wist niet dat het zo druk was op dit tijdstip. Het is echt 12 uur 's middags. Maar goed, weer heel veel toeristen en zo. En dat krijg je in de binnenstad. Dus gelukkig hoef ik ook niet lang. En Louis is chill. Dus het had ook allemaal erger gekund. Zit ik dan gelijk te denken. En ja. Voorgaande keren was de tram wel heel chill. Dus ligt ook een beetje aan het tijdstip en de dag, denk ik al. Ik helemaal cool doen over die paraplu. Ben ik die paraplu vergeten? Oh, zo stom. Ik ben weer thuis van mama. Ik heb de regen overleefd, maar haar helaas niet. En de tram heb ik ook overleefd. Ro die blijft gezellig thuis met en die heeft een paar vrienden over voor het avondeten. En toen dacht ik, nou dan ga ik gezellig naar Joey. Verrassend. Want hij is de laatste tijd voornamelijk hier natuurlijk, omdat ik ja, 9 van 10 keer gewoon met Louis ben. Maar nu blijft Louis natuurlijk lekker in zijn bedje. En ga ik gezellig met Joey chillen vanavond. Nick is ook aan het werk volgens mij. Dus even een soort girls night. Helemaal gezellig. Wel, wel, wel. Oh schat, welkom. Wij zitten al de hele avond op deze waanzinnige bank. Weet je wat ik van deze bank vind? Vertel. Dat hij lijkt... Niet comfortabel. Niet comfortabel. Right.
Maar hij zit in zijn... Ja. Het is dus een hele zachte bank. Wat maar je niet... it looks like hard balls. Ja, alsof je bij de tandarts gaat zitten. Maar het is helemaal niet, want als je zit, je voelt niet dat dit zo is. Nee, ik vind het echt zo'n heerlijke bank. Ja, I love her. And I love the color also. Mm. Oh ja, ik wieg heen en weer. Daar irriteren mensen zich heel erg aan. Wat? Nou, ik doe het, dus het heet het zo. Oh, en in beeld. Ja, ja. Ik ben wagenziek. Ja, dat snap ik. Ik moet daar echt op letten. Dat ja, ik heen en weer wieg. Maar ja, ik denk dat ik zo ga. Ja? Zo vroeg. Het is maar 1 uur. Half 11. Dat is heel laat voor mij. I know, maar schat, jij zei tegen mij dat je... Hoe laat was je wakker vandaag? Nee, elke dag 5:30. Ja. Zij belde mij FaceTime om 10 uur. En ik was gewoon net naar beneden. Net wakker. Hey schat, helemaal make-up gedaan, haar gedaan. Wow. Ja, de halve dag erop zitten. Voor Louis, jij was zo, net zo erg als ik. Absoluut. Ja, babe. You were in your coffee in bed om 10 uur. Nee. Ietsje eerder wel. Nee, om 10 uur ging ik dan douchen en zo. Jawel. 10 uur, babe. Ja, want als Ro naar kantoor gaat, ga ik echt nog niet een uur lang in mijn bed blijven. Dat deed ik niet. Hey, I remember you would make coffee in your like robe, not showered. And we would always FaceTime around the same time. Ja, maar was dat dan 10 uur? Ja, schat. Nou ja, dan was het zo. Helemaal wel, during pregnancy uur, for sure. 10 uur was tijdens de zwangerschap. Vroeg. 9 uur was vroeg. Do you remember? Ja, 9 uur is nu gewoon laat. Oh, 9 a.m. is early. Jou nog steeds. Ja, als ik moet gewoon wakker, klaar en helemaal gedoucht en ready to go om een afspraak om 9 uur... Doe ik het niet aan. Ja. Het is gewoon mijn nieuwe leven. Maar kinderen. Ja. Ja, dat is het gewoon. Maar ik vind het dus ook wel... Kijk, 5:30 hoeft van mij niet, nee. Maar dat ik iets eerder allemaal zo opsta... Dan vind ik dat wel... Ja, dat zou ik echt... Dat is een cadeau. Oh. Ja. That's sleeping in for you. Nou ja, dan heb ik wel echt een... Hele goede dag gehad. Ja. Dus ik moet naar het bedje toe. Snap ik, liefie. Ik vind dit huis zo gezellig. Al die heerlijke hoekjes overal. En lichtjes. Overal komt licht vandaan. Met gestelde hoekjes. Never turning on overhead lights. Nee. Zij... Hangt hier gewoon puur voor de show, maar gaat nooit aan. Wil je zien hoe gezellig zij is? Oké, wacht. Hey Google, turn the living room light on. Oh! Hey Google, turn the living room light to 10%. It's gezellig. Nee, dat is gewoon, maar ik vind dat je dit nu nog wel kan. Hey Google, turn the living room light to 1%. Ja, dat kan, dat is verschil is bijna minimaal. Ja, maar het is te veel licht, gewoon. Ja. Ja, nee, niet gezellig. Good morning. Ik sta voor de vishandel. Wij zijn lekker aan het wandelen met ons gezin. Ro is even in de rij gaan staan voor een verse haring. Ik heb zoveel zin in. En we gaan lekker wandelen. Want we're in that healthy lifestyle, you know. En het is een beetje fris, maar wel mooi weer. Ik heb even een lekker zacht bondje aangetrokken. Heerlijk, echt perfect voor dit weer. Ik ben echt as we speak op mijn haring aan het wachten. Kijkt u eens. Oh, wat lekker. Haring alleen met ui. Oh, wat veel ui ook. Mm. Ik heb weer even een staart ingedaan.
Omdat Elise zegt dat ze me dat dus heel leuk vindt staan. Dus ik dacht, nou, laat ik het vandaag eens doen. Het is toch wel heel handig met Louis. Wat heb jij? Ik heb een broodje zalm. Puntje zalm. Heerlijk. Zalmpunt, heerlijk. Mm. We zijn nu in de Zara Home. En deze waterglazen zijn zo chill. Ik was natuurlijk gisteren bij Joey. En hij heeft deze waterglazen. En die zei dat die gewoon van de Zara Home waren. Nou, 4 euro per stuk. En ze hebben dus ook een wat kleinere variant. En wij hebben allemaal verschillende waterglazen. En toevallig is dat deze week een soort irritatie. En wij houden ook alle twee heel erg van dunne randjes. Dus ja, we hebben nu 8 van deze, van de grote, gevraagd. En we gaan er 10 van deze nemen. Nou, helemaal blij mee. Echt waanzinnig. Ze drinken zo lekker. En hier gaat ook echt mega veel in. Dat zou je misschien niet zo zeggen, maar gaat heel veel in. Wij zijn heerlijk thuis. Al een tijd. We hebben hier op de bank gechilled. We waren echt allemaal zo kapot van die wandeling. We hebben echt vet lang gelopen. We zijn helemaal geslaagd. Want nou ja, we hebben de glazen. Die zijn we nu. Die worden gepeut. Aan het ontlabelen. Ja, dit is, als je dit nog niet wist. Als je ooit een etiket van iets moet afhalen, zo'n vervelende sticker, dan moet je dus een warme föhn 10 seconden hierop houden en dan trek je het er zo af in zijn geheel. En geen vervelende stukken. Ja, heel veel mensen weten dit al hoor, maar ik dacht voor de mensen die het nog niet wisten, is dit echt een lifehack. En ja. Ik wist het nog niet. Nee, hè? Nee, het is echt life-changing. Ja, life-changing. En ik heb ook dit heerlijke pleat gekocht bij de Zara Home. Ze hebben nu allemaal verschillende kleuren. Of tenminste crème en wit, een beetje natuurachtige tinten en deze groene. En ik vond deze groene natuurlijk helemaal passen bij ons huis. En dit is zo ongelooflijk zacht. Echt, oh my god, ik heb er net onder gelegen. En ik dacht, ik wil hier nooit meer onderuit. Dus helemaal een aanwinst voor de bank. Nou, de family gaat weer op pad. Want we gaan even wat dozen brengen. Plat stampen en weggooien. En we gaan boodschappen doen. En hij wil de hele tijd alles kijken. Dus hij drukt zichzelf helemaal omhoog. Hé, schat? Nou, daar gaan we. Wij hebben lekker gegeten. We hadden een Hello Fresh maaltijd. Heerlijke vlamkuchen met biet en geitenkaas. Dat was echt ziek lekker. En ik lig nu heerlijk op de bank. Onder mijn nieuwe dekentje. Oh, zo lekker. We hebben de kaarsjes aangestoken. De kleine snuggel die ligt al heerlijk te slapen. We zijn de Verraders aan het kijken. Een heel leuk seizoen. Halloween versie. Of hoe zeg je dat? Halloween seizoen. Met allemaal hele leuke mensen. En we lopen helemaal gelijk. Dus vandaag was er een nieuwe aflevering online gekomen. Dus die zijn we nu aan het kijken. En nou, ik denk dat we ook al niet al te laat naar bed gaan. Morgen is de marathon in Amsterdam. Dat betekent dat je gewoon niet in of uit de stad kunt. Dat is echt nooit wat plannen op deze dag. Want het is echt een hel. En je moet je er maar gewoon bij neerleggen dat je nergens heen kan. Dus ik denk dat wij gewoon een beetje gaan rondlopen. En een beetje naar de mensen gaan kijken. Die voorbij rennen. Want mij niet bellen. Zou jij ooit mee willen doen? Aan een marathon. Nee. Halve marathon. Zou kunnen overwegen. Maar je bent ook niet echt een renner. Nee. Nee. 10 kilometer lijkt me nog wel een keer leuk, maar... Ja, er zijn mensen die dus de marathon rennen, halve marathon en 8 kilometer. Nou, die zou... Het zou een heel gek moment moeten zijn dat ik ooit toezeg voor een halve. Ja, een hele is uitgesloten. Ja.
En de 10 zou ik doen. Dat is een beetje de... En de dam tot dam, 16. Ja? Ja. Jij wel? Nee, want ik... Jij gewoon ik, alles nee. Nou, ik vind rennen gewoon niet leuk. Nee, dat vind ik eigenlijk ook niet. Nee. Ik... Weet je, af en toe zo'n shredless, dat vind ik dan nog wel lekker of zo. Dat je op zo'n treadmill staat te vlammen. Dat is geen endurance. Nee, dat is... meer sprint. Sprint, ja. Meer. Ja, maar daar hou ik veel meer van, sowieso. Je bent veel te explosief. Ja, ik heb geen duurzame conditie. Nee, je moet je natuurlijk al 4 uur lang concentreren op iets. Ja, dat kan al niet. Nou, ik heb een dynamische conditie. Volgens mij is dat het woord. Maar dit legden ze ook vroeger uit op de dansacademie. Van wij zouden, zeg maar, als danser kan je niet 4 uur achter elkaar rennen. Op een constante snelheid. Ja, je hebt ook road cycle. Maar wel, zeg je dat? Een marathonloper kan weer niet dansen zoals jullie dat doen. Nee, maar een danser kan een kwartier lang op zijn allerhardst gaan en dan even pauze en dan weer op zijn allerhardst. Aerobe en anaerobe energie. Oh, ken ik niet. Ja. Dat is letterlijk wat ik zeg? Ja. Oh. Weer wat geleerd. Voordeel van dat je met de Thinkfluencer gaat. Zullen we de verraders door gaan kijken? Je wordt helemaal awkward. Ja. Oké. Okay. Ja, we gaan de verraders. Je hebt filmen met eten. Oh ja, dat vindt hij niet leuk. Nee. Want mensen eten niet, dus ja. Dan is dat dan natuurlijk heel raar. Ik ben zo self-conscious van zelfbewust van elke hap. Ja. Jij smakt ook heel erg. Goedemorgen! Ik ben heerlijk aan het wandelen in het park met, of course, the one and only. Hij heeft vandaag een echte jas aan. Oh my god. Een echte jas, ja. Dan bedoel ik gewoon echt een jasjas. En het staat hem zo schattig. Hij is gelijk ook weer een jaar ouder in mijn beleving. En we zijn trouwens ook begonnen met het afbouwen van het inbakeren. Want ja, hij kan nog niet rollen, maar ja, ik denk binnen nu en een paar weken wel. Dus we willen het eigenlijk afbouwen door in de middag hem al in een slaapzakje te doen. En dan 's nachts nog in de inbaker pakko. Die met dat klittenband, zeg maar. Daar gaat hij gewoon zo lekker op. En dan op een gegeven moment gaan we het ook 's nachts doen. Maar, oh, de speen. Wacht even. Lievertje. Even de speen moet je er niet uit doen. Oh, een beetje moe is hij. Maar ja, dus helemaal spannend. Inbaker era has come to an end. Ik had al een heel leuk slaapzakje gezien bij de Hema. Met beertjes erop. Helemaal lekker knus en warm. Helemaal lekker voor de winter. Want het is opeens min 15. Ik vind het zo ziekelijk koud. Maar ja, dit is wel heerlijk zo. Klein zonnetje. Ik dacht, ja, ik ga gewoon even lekker wandelen. Want ja, ik vind dat dan even leuker om... nou, ik kan natuurlijk niet nu naar sportschool omdat het gewoon naar kantoor is. Dus ik dacht, nou, hoe ga ik in beweging blijven vandaag? Ik ga lekker wandelen. Dus ik hoop de 10.000 stappen te halen. Alleen kom ik nu tot het besef dat ik moet plassen. Dus ja, dat is gewoon zo'n moeilijk moment. Aangezien ik alleen ben en ik niet zomaar gewoon mijn kind achter kan laten. Dus ik denk dat ik maar weer gewoon richting huis ga lopen, want het wordt steeds heftiger, dat gevoel in mijn blaas. Maar goed. Oh, het begint in slaap te vallen. Kijk nou die jas. Hoe lief.
bij de HEMA gekocht. Van binnen is het dus Teddy. Zo lief. Ik ben weer thuis en ik ben even lunch aan het maken. Wat wij dus nu de hele tijd doen. Deze twee eitjes ga ik bijvoorbeeld nu eten. Maar ik kook dan meerdere eitjes tegelijk. En dan leg ik die in de ijskast. En dan kan Rodi bijvoorbeeld ook eten. Of ik ochtend, whatever. Ik heb 3 volkoren Waza crackers. Met kipfilet. Dan doe ik denk een tomaatje erbij. Ik heb er al een beetje van lopen snoepen. En dan ga ik die eitjes nu snijden. En leg ik het erop. En dit, ja... Het is niet gezond, maar ik doe hier gewoon, ik sprenkel hier een beetje van op. Om er gewoon een beetje smaak aan te geven. En ik vind dit echt zo ontzettend lekker namelijk. Nou, het eten was heerlijk. Zoals je kunt zien. En dit is zo'n moment dat je het liefst nu linea recta onder de wol kraapt. Maar nog de keuken moet opruimen. En... de was uit de wasmachine halen en ophangen en in de droger doen. Ik ben zo kapot. Het is niet eens laat, het is 9 uur, maar ik ga echt zo slapen. Oh, ik kan niet wachten. Maar ja, eerst even die was uit de wasmachine. Ja, ja, ja.